Nou, that's it. Het is tijd. Ik ga mijn kaartje pakken. Ik heb dus een terugkomkaartje. Oh, mijn schaam voor mijn neus stoppen. Oké, op naar de poortjes. Hi. Hi. Oh, dat is echt lief. Yeah. Yes. Say it. Ja. Yeah. Oké. Cool. Maak foto van mij en. Je trilt. Ja. Yes. Yes, thank you so, so much. Oh, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Oh, die was echt leuk. Ja, sorry mensen, als ik dit zie, dan word ik gewoon echt helemaal emo. Oh. There's no place for me. Wat hè? Oké, we moeten in de rij staan. Ja. Daarna is er net geswitcht. Maar de rij duurt ongeveer 30 minuten. En dan switchen ze weer. Dus we hebben dan geen bellen. Wie we wel hebben, weten we niet. Dus nu even maar bellen. Nu is het bellen. Nu? Nu. Maar omdat de rij zo lang is, vermoeden ze... Je moet wel kijken waar we rijden. Vermoeden ze dus dat het net een switch is voordat wij komen. Okay. En dan ze gewoon even aangeven van... We already have them. Ja, maar... ja, dit was jouw moment, hè? Ja, het feit, ik heb nu denk bijna 2 jaar die tattoo, of 1,5 jaar die tattoo op mijn arm staan van Stitch. Nou kon ik hem ook laten zien. Ja. Die mocht dichtbij genoeg komen en hij vond het ook helemaal geweldig. Dus ja. Ja, dat... Ik weet niet, heat of the moment of zo. Ik leef het echt gewoon helemaal op. Oké, we staan hier in de rij. En ik heb net letterlijk een nieuw doel gesteld. Dus dat we Aspoester gaan zien vandaag. We staan nu bij Prinses Paviljoen voor de 2e keer. Eigenlijk omdat we echt Aspoester willen zien voor Lydia, want dat is haar favoriet. Maar we proberen het al een jaar. Ruim een jaar. Loopt net Aspoester weg. 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 Weg, weg. Dus we hebben zoiets van, oké, weet je wat, we gaan alles op alles zetten om vandaag Aspoester te zien. We zorgen gewoon dat we 3:45 de parade kunnen kijken, want die hebben we nog niet gezien. En dan gaan we gewoon trainen. En ik ga hier net zo lang staan totdat we Aspoester hebben gezien. Dus ja, nieuwe doelstelling. Jij gaat vandaag Aspoester zien. Nieuwe doelstelling. Geef een duimpje omhoog als je het daarmee eens bent. Ik ook. Haha, zijn we wel. Nee, echt. Iedere keer heb jij gewoon geen geluk. Het mag gewoon niet. Je mag Aspoester gewoon niet ontmoeten. Nee. Toch wat, hè? Ach ja. Woe! Je lijkt Stitch wel, die deed dat ook al. Ja, leuk hè? Ja. Nou, Stitch was wel waar. Maar nee, nieuwe doelstelling? Aspoester. Ja. Ik zag het zo lopen. Ik dacht, nee. Ja. Maar goed, we geven niet op. We hebben straks de tijd. Ja. Om lang te wachten. Want
ook hier in deze rij is het, nou, het is niet net zo lang als de andere rij. Het is rij. Niet koud als vanmorgen? Nee, maar het is ook niet net zo lang wachten als in die andere rij. Nee. De andere mensen moeten echt 120 minuten maar wachten. Maar ik vind wel lullig dat die ze gewoon zegt. Oh, er staat Mad Hat daar zo. Oh, en Alice. Ben je hier dan? Nee, alles is een beetje klein. Ah, ik zie je er niet aan. Dus we gaan nog even wachten bij het prinsespavioen. Kijken welke prinses we gaan krijgen. Geen Cinderella. We hopen het wel. En ze is net weggelopen. Dus. En ik denk niet dat het nu nog een half uur gaat duren. Dus dat is wel een beetje balen. Maar ja, goed. We doen het ermee en we zien het wel. Alle prinsessen zijn leuk, maar ja, als het was voor jou wel echt onwijs leuk geweest. Maar we zetten ons doel erop. Maar dat is gewoon elke keer. We zetten ons doel erop. Normaal gesproken geven we op na één keer. Ja, oké, maar we moeten eigenlijk ook nog richting het spookhuis. Ja, de Jack Skellington kerst, ja. Hè? Ja. Als die er überhaupt nog is. Ik denk dat hij misschien wel weg is. Ik denk niet dat we hem kunnen vinden. Wie weet staat daar Mickey in zijn kerstkostuum. Maar ja, na de parade zouden we daar wel even langs kunnen. Ja, kunnen we. Ik vind het echt lullig. We gaan hier nog allemaal ideeën uitbrengen en bedenken en doen. En onze planning dat we eigenlijk hadden opgeschreven gaat naar de Filistijnen. Dus dat maakt niet uit. Daar maken we eigenlijk ook nooit geen planning. Hè, Lydia? We maken nooit de planning, want er komt er niks van. Nee, dat doen wij nooit. We zitten vast met onze oortjes. Ja, nee, leuk. Top. Vinden we geweldig. Gewelddadig. Ik vind het gewoon lullig dat hij gewoon net niet aangaf. Hij wist we hebben het nog gevraagd aan de castmember. Van luister, we hebben bellen gezien. We zijn echt al ruim een jaar bezig voor Lydia om een ontmoeting te krijgen met Aspoester. En hij zegt van, hé, hey, ze zit er nu niet. Ik kom ook 30 minuten terug. En anders ga je nu in de rij staan, want het duurt al 30 minuten. En dan heb je misschien een goede switch. Nee, niet. Nee. Nee. Ik vind ze op het moment niet zo lief. Nee, dat snap ik. Maar ja, goed. Ze kunnen ook niet altijd alles vertellen. Waarom hoor ik muziek? Hoe laat is het? 3:15. Maar je hebt ook Mickey en Minnie. Oh ja, nee, wacht. This is for me, this is your best friend. Oh, it's so clear, my favorite. Oh, yeah, it's so clear. Yeah. This is the first time, 2 years, I'm trying to meet you. This is the first time I meet you now. Oh, very good, thank you. Have a nice day. Yeah. Oh, fun. Yeah. Would you like to meet you? Yes. Voilà, terug van weg geweest. We hebben de parade gezien. Hij is de Disneyland Christmas parade. Hij is leuk, alleen bij deze parade ging er gewoon wel heel wat fout. Dus dat was wel eventjes een domper. Maar ja, maar ook dat kan weer, gebeuren. Ja, dat is wel zo. Het zijn allemaal mensen. Ja, iedereen maakt fouten. Ook de Disney karakters
maak ik fouten. Maar ja, de kar deed het niet meer. Dus nee, de kar niet. Die scheen er mee uit. Maar dat ging niet, want hadden we iets meer tijd om een close-up te nemen, ook van de dansers, want die zijn ook heel belangrijk. Maar we gaan nu dus in ieder geval lekker eten. De parade hebben we dan toch gefilmd en die komt ook onder het kopje shows. Dus playlist shows kan je alle parades terugvinden die we hebben gezien. Ja. En eigenlijk alle shows terugvinden die we hebben gezien. Voor nu gaan we richting Hakuna Matata. Want daar ergens hebben we de vorige keer, per ongeluk een tentje gevonden waar je Mickey pizza kan eten. En die is eigenlijk wel heel erg lekker en dat is voor herhaling vatbaar. Ja, veel beter. Dan weten we ook gelijk dat we geen honger meer hebben, ook als we terug naar huis te gaan. Dus dat scheelt al een hele hoop. Maar we hebben ook deze keer weer veel interactie gehad, hè, met de karakters. Ja. Weer allemaal zwaaien en doen. Dit keer heeft Lydia gefilmd, dus dat is ook een keer leuk. Ze komt nog wel een keer over die angsten heen. Nu heb ik het weer omdat Lydia mij gaat begeleiden door de menigte. Ik word heel veel trek als ik dat ga doen. Als je dan, wacht, nee. Daar. Ja, we eens pipi pauze maken. Pipi pauze. Kijk, dames en heren, zo zit er iemand uit die kontkramp heeft. Dat was wel echt slecht. En je zit me ook nog eens uit te lachen en ik kan helemaal niet tegen op normaal een pizza gaan rijden. Nee, dat doet alleen maar erger. Misschien is het maar hier wrijven. Maar ik weet wel hoe dat komt. Want ik heb al een paar keer vanmiddag gezien dat jij naar voren bukt en dat je die t-shirt nu in je broek hebt zitten. Ja, ik wou niet zitten. Nee? Ja. Nee, want ik heb je blote rug gezien. Nou, boehoe, een blote rug. Hé, met die kuil? Ja, ik snap het al. Weet je wat ik gewoon toe ben? Een heel lang, een knappe vent. Dat gewoon anderhalf uur duurt of zo. Die een beetje druk durft te zetten. En daarna worden we opgerast. Daar ben ik behoefte aan. Lukt dat een beetje Nederlands? Nee. Mijn Nederlands gaat niet zoals jouw Engels gaat. Goed. Anders ga je even staan. Ja, het is een disputerende voorstelling. Ja, zoals gisteren in de hotelkamer toen ik probeerde op te staan. Ik heb wel een schaaf op de knie overgehouden trouwens. Ik heb een aandenken. Ja, maar je ging ook van ja. Poef, poef. Daar lag je. Ik stond er zelf eigenlijk een beetje aan te kijken. Ja, maar je stond recht. En in één keer lag je op de grond. Ik had echt zoiets van, wat ja, gebeurt hier? Ik zakte door mijn enkel in mijn knieën. Ik had echt zoiets van, oké, waar is Christel? Ik kon me ergens aan vasthouden. Nee, maar ik had echt zoiets, eens hoge hoogte en toen was ploep, boom, oh, je bent daar. Ja, echt. Het ging volgens mij ook echt vette slow motion. Ja, ik heb soms echt wel van die dingetjes, ik denk van... Ja, dat zal altijd in je blijven. Ja. Maar oh, dan ga ik dit doen. Ja, nee. Nou, ga even staan. Het is echt heel eerie. Ja, maar je moet gewoon... Nou, we hebben net de parade gezien. Ja. Maar het is echt mooi. Ja, het is heel mooi. Het is echt mooi. Ja. We hebben het twee keer gezien. Dus als we de kerstboom gaan oplichten, aansteken. Ik weet niet hoe ze dat zeggen. Maar het was in ieder geval heel mooi, maar we gaan nu eventjes opwarmen en dan gaan we om 6:15 klaarstaan voor het vuurwerk. Waarom 6:15? Dan hebben we gewoon een goede plek voor jullie. Ja. Dus ja, we gaan 3 kwartier in de kou staan. Duimpje omhoog! Nou, we zitten weer in de auto. Ja. Op weg naar huis. Beetje koud. Een beetje koud, ja, mijn kachel staat aan. Dus dat is wel lekker. Ja, dat is wel. Het waren 2 geweldige dagen. Zeer zeker. Echt wel. Ja, alleen ja. Moeten we echt ons eigenlijk wel meer voorbereiden op kerstseizoen. Want ja, dan is het eigenlijk toch wel lekkerder om nog wat langer te blijven. Dat je even kan opwarmen en ja, je even kan terugtrekken in het hotel. Maar dat is voor volgend jaar. Voor dit jaar is dat gesloten. Dus, maar dat is het, hè. Je merkt gewoon wel van, met kerst, doordat het zo koud is, is 2 dagen eigenlijk net iets te kort. Eigenlijk wel, ja. Hoe
goed, we hebben het overleefd. Ja. We survived. En nou gaan we nog lekker nagenieten. Eerst nog even 4 uur terug ongeveer. En dan daarna nagenieten. Ik moet alleen wel opmerken dat die Fransen geen lantaarnpalen kennen. Nee, verschrikkelijk, hè? Het is hier gewoon een pikdonkere weg. Dan zie je wel de sterren. Dat, dat wel, maar ik heb liever dat ik de weg zie. Ja, ik zie de weg wel. Ja, jij rijdt, dus dat is goed. Ja, nou, wij gaan in ieder geval lekker naar huis. Ja. We hebben genoten, we hebben alles wat we wouden zien. Oh, we zijn verkouden, we hebben er nog extra bij gekregen. Ja. Zo. Dus, zoals altijd vragen we dan. Vonden jullie deze video leuk? Steek dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden. En doe het belletje aan. En vergeet ook niet even de comment te zetten of dat je meer van zulke vlogs wil. We zullen vaker naar Disneyland gaan. Dat deden we voorheen al, dat blijven we doen. Dus ja, dan zou ik gewoon weer willen zien. En ik moet even kijken wat de volgende trip gaat doen. Ja. Denk de Efteling, maar ik weet het niet zeker. Het zou wel leuk zijn. Ja, de winter Efteling lijkt me nog een keer gaaf. Maar... ja, want dat is voor mij echt lang geleden. Ik ben maar dan zitten we ook zo, hè? Als we nu zaten zitten, hè? Ja, dat is ook koud, hè? Ja. Oké, dan gaan we erover discussiëren, zoals jullie horen. Maar er komt nog een nieuwe travelvlog aan. Eerst Disney, daarna de volgende.